De tik. De kinderen moeten hun spellingspullen voor zich nemen. Janna, pak je werkboek eens even op. De juf ergert zich rot. De juf kijkt rond waar het geluid vandaan komt. Janna! Oh, sorry. Het is tijd voor de boekbespreking van Janna. De klas is erg benieuwd. Gaat dat wel lukken, die boekbespreking? Ja! Stop gewoon, het is niet grappig. Janna gaat nu beginnen met haar boekbespreking. Als dat maar goed gaat. En net als de Roald Dahl op het bord wil schrijven... Hey, is dat Roald Dahl? Ja, dat klopt wel, ja. Als jij die boekbespreking niet normaal kan doen, kun je net zo goed gaan zitten. Nee, ik wil het toch proberen. Wat? Ga zitten. Na school kun je strafwerk komen halen. Teleurgesteld gaat Janna zitten. Je bent ook niet echt slim bezig. Tijdens de pauze gaan de kinderen bokspringen. Hallo! En tijdens een ander spel, waar de bal gegooid moet worden... Dan gooit Janna de bal veel te hard weg. Ja, sorry, ik gooi hem per ongeluk weg. Moet je die dan zo ver weggooien? Ja, daar kan ik niks aan doen. De volgende dag hopen de juffrouw en de leerlingen dat alles goed gaat. Ik ben benieuwd wat ze vandaag weer uit gaat vreten. Ja, in het begin was het wel leuk, maar nu is het echt irritant en onnodig. Enorm. Wie leest even voor wat er staat bij oefening 1? Mag ik lezen, juf? Ja, natuurlijk. Lees jij maar. Bijvoeglijk of zelfstandig. Een bijvoeglijk naamwoord zegt iets over een zelfstandig naamwoord. Ah! Oeps, sorry. Het is echt niet meer leuk om wat je allemaal aan het doen bent. Het is echt irritant. Ja, maar dat is echt. Doe normaal. Ben je gek geworden of zo? Ja, sorry. Ik kan er niks aan doen. Volgens mij ben je echt gek geworden. Ja, maar... En dan begin je er ook nog om te lachen. Ik ben onderhand helemaal zat met jou. Anders ga ik na school je ouders eens bellen. Kijk wat die ervan vinden. Klas, wat vinden jullie hier nou van? Ja, ik vind het eigenlijk belachelijk hoe ze de laatste tijd doet, hoor. Ik vind het ook niet leuk. We kunnen niet eens fatsoenlijk voorlezen. En daarbij maakt ze ook nog de hele tijd stomme geluiden. Ik vind het echt niet meer dat je normaal doet. Je moet er echt mee ophouden. Maar ik kan hier echt niks aan doen. Na school weer strafwerk voor jou. De volgende dag is de juf niet op school. Wie is die meneer nou? Geen idee. Goedemorgen, ik ben meester Tobias. Meester Tobias, waar is juffrouw Jetske? Nou, die is ziek en ik ben een vervanger. Nou, we hebben heel veel leuke dingen op het programma staan, zoals rekenen, taal, geschiedenis. Hey, je bent hetzelfde als die freak van onze klas. Ik ben helemaal geen freak, ik kan er helemaal niks aan doen. Wat is hier aan de hand? Nou, je maakt dezelfde gekke geluiden als Janna. Ik ben die ook als een gek, meester. Wat lachen vandaag. Hier kan ik heel kwaad om worden. De klas schrikt er een beetje van. Dus jullie denken dat ik een grapje maak? Is dat dan niet zo, meester? Dit is geen grapje, dit is namelijk een ziekte. Een ziekte? Is daar een ziekte voor? Nou, de ziekte is Jules de La Tourette. Wat is dat dan, Jules de La Croquette? De meester legt uit wat Jules de La Tourette is. Dus daar kun je helemaal niks aan doen? Nee, daar kun je helemaal niks aan doen. En daar heb ik ook last van. Maar dat wisten we helemaal niet. Nou, ik hoop dat jullie de volgende keer wat meer begrip daarvoor hebben. Nu ze het begrijpen, vinden ze het helemaal niet meer raar. Dit is thuis. En dit is feit. De volgende dag krijgen de kinderen een filmpje te zien waarin over tics gepraat wordt. Nou, en dat heb ik dus ook. Ja, het is niet fijn als je niet begrepen wordt. Ik voelde me niet zo op mijn gemak de laatste tijd. We gaan er vanaf nu beter mee om. Ik hoop dat jullie dit vanaf nu beter begrijpen.